Welkom allemaal bij jullie engelenboodschap voor vrijdag 7 april. We gaan kijken welke boodschappen er tevoorschijn komen. Ik ga beginnen met het Moonology Oracle Deck, de maankaarten. En het is natuurlijk een reading voor het collectief, dus neem alleen dat mee wat resoneert. Probeer het niet passend te maken als het niet passend is. Universum, wat is de boodschap voor vrijdag 7 april? Niets is nog zeker. Nothing is yet set in stone. Niets is nog zeker. Laat de wereld je ware ik zien. Show the world the real you. Durf jezelf te zijn. Durf te schijnen. Durf ja, je ware ik te tonen. Wat nog meer? Nog één kaart, universum. Voor vrijdag 7 april. Surrender to the divine. Geef je over aan het universum, aan het goddelijke, aan het hogere. Dus geef je over. Laat het over aan het universum. En onder op het dek hebben we... Zelfvertrouwen is jouw sleutel tot succes. Zelfvertrouwen is de sleutel tot succes. Heb zelfvertrouwen. We gaan de elfenkaarten schudden en kijken, ja, wat is de boodschap, elfen? Wat voor boodschap hebben jullie voor vrijdag 7 april 2023? Vrijdag 7 april. Wat is de boodschap? Wat mogen we meenemen? Wat is de energie? Elfen. Vrijdag 7 april. Wat mogen wij meenemen? We hebben de kaart motivatie. Wanneer de lente aanbreekt, moedigen de bloemenelfen je aan om in actie te komen. Als er iets is wat je wilt doen, ga het dan ook doen. Dus blijf niet twijfelen, blijf niet afwachten. Heb dat zelfvertrouwen. En ja, durf die actie te ondernemen. Jezelf te laten zien. Mogen we nog een kaart van het elfenorakel? Show the world the real you. En in plaats van bang te zijn om je ware ik te laten zien, laat het over aan het universum. We hebben ook de kaart vieren. Doe je haar los en ga feest vieren. Nou, dat kan op een vrijdag. Het is tijd om uit te gaan, te dansen en te spelen. En misschien krijg je wel een uitnodiging. Dus voor sommigen van jullie kan het een specifieke boodschap zijn. Ga je vrijdag iets leuks doen, iets vieren, of je krijgt een uitnodiging. Onder op het dek hebben we de kaart wens verstandig. Wens verstandig als je je liefste wensen in vervulling wilt zien gaan. En wees praktisch als je je dromen wilt realiseren. Wees praktisch. Een wens verstandig. Nu mogen jullie een vraag in gedachten nemen en we gaan de engelen antwoordenkaarten schudden. Engelen, wat is jullie antwoord op de vraag? Ja. Het antwoord is een volmondig ja met een uitroepteken. Dus geen gemaar, het is ja. En onder op het dek, wauw, hebben we weer die kaart overvloed. Overvloed kun je verwachten. Mooie, mooie boodschap voor aankomende vrijdag. We gaan de influencers of the angels te rot schudden en kijken, ja, welke boodschappen er nog meer uit mogen komen voor vrijdag. Wat mogen we ontvangen? Wat is de energie voor aankomende vrijdag 7 april, universum? Wat zijn de belangrijkste boodschappen die we mogen ontvangen? Kelke 5 onder op het dek. Universum, 3 kaarten alsjeblieft. De aankomende vrijdag. Aankomende vrijdag. 7 april 2023. Wat zijn de boodschappen voor vrijdag 7 april? Vrijdag 7 april. En ik krijg een boodschap door. Wellicht van, hebben sommigen van jullie het idee dat je een kans gemist hebt. Omdat ik die kelken 5 onder op het dek zag liggen. Maar er is hier nog niets zeker. Dus probeer niet te blijven hangen in negatief denken.
Maar focus je inderdaad op de toekomst, op wat er nog ligt aan mogelijkheden. We hebben de koning van pentakels, stier, maagd, steenbok energie. En hier nog meer aarde energie met de pentakels 7. Ja, de koning van pentakels is iemand die staat voor stabiliteit, hardwerkend, ambitieus, gericht op carrière, financiële balans. Kan ook wat materialistisch zijn. 7 van pentakels. Kijken waar heb ik in geïnvesteerd. Wat is het resultaat? Wachten tot je kunt oogsten. Maar dit is ook een kaart van wachten en het is tijd om actie te ondernemen. Waar ga ik actie op ondernemen? Waar ga ik nog meer in investeren? Of hoe ga ik verder vanaf nu? Nog 1 kaart voor vrijdag 7 april. Vrijdag 7 april. Je kunt dus te maken hebben met een stiermaagd steenbok. Of zelf stiermaagd steenbok zijn. Of deze energie dragen. Want dan hebben we hier de dwaas. Ram energie. Een nieuwe frisse start. Beginnen vanaf 0. Optimisme. De ster en de staven 3. Uitbreiding met de staven 3. Plannen maken voor de lange termijn. Een gokje wagen, een risico nemen, in het diepe springen met die dwaas. En het heeft te maken met een bepaalde hoop, wensvervulling, droom die je graag in vervulling ziet komen. En we hebben hier die motivatie. Kom in actie. Als er iets is wat je wil doen, ga het dan ook doen. En ik heb het gevoel dat jullie dat gaan doen met de dwaas. Of je bent nog aan het nadenken erover met die pentakel 7 om de sprong te wagen. Onder op het dek, aas van pentakels. Waarom ligt hier de sterkaart, universum? Waarom ligt hier de sterkaart van vrijdag 7 april onder op het dek? Hoopvol zijn. Wishing upon a star. Waarom ligt hier de sterkaart? Ja, en ik liet hem net zien. Het is echt frappant. Ik liet hem net zien, hij lag onder op het dek en daar komt hij, de aas van pentakels. Een nieuw begin. De azen staan voor een nieuw begin, een nieuw hoofdstuk. Kansen, mogelijkheden die op je pad komen. En dit is een gouden kans die geboden wordt. Een gouden kans die je aangeboden wordt vanuit het universum door je harde werk. Je inzet met die koning van pentakels. Komt er een mogelijkheid, komt er een kans, een optie, iets waarop je wenst, iets wat stabiel is, betrouwbaar is, solide is, iets voor de lange termijn. Iets waarmee je niet alleen zelf tevreden bent, maar waarmee je ook nog een soort van nalatenschap hebt voor je nakomelingen. Nog een kaart voor de ster. Iets waarmee je iets kunt opbouwen. Het kan zijn dat je een risico gaat nemen of een keuze gaat maken om iets aan te kopen. Een grote aankoop te doen. Iets waar je, wat je echt heel graag wilt. Het kan een auto zijn, een huis. Of een andere grote aankoop waar je voor gespaard hebt. Wellicht met de pentakel 7. Waarom ligt hier de sterkaart? Of je hoopt, je wenst dat je ooit een bepaald huis of een auto of een grote aankoop kan doen. Iets wat je wil kopen. En daar werk je heel hard voor. Daar ga je een bepaald risico voor nemen. Waarom ligt hier de ster? En we hebben de zegenwagen. Wauw. Dus we hebben de aas van pentakels en de zegenwagen. Ja, en dit is inderdaad een stap wagen. Moedig zijn. De zegenwagen. Ja, daadkracht, moed, durf, actie ondernemen, hele snelle energie op je doel af. En dit is weer een energie van reizen. Dit kan staan voor een auto. Voor sommigen van jullie ga je je droomauto kopen. De auto waar je van droomt. Of dit is iets waar je een soort van risico gaat nemen met die dwaas. Waarom is er de koning van pentakels? Iets waar je hard voor hebt gewerkt. De koning van pentakels. Voor anderen is het dat je
durf de eerste stap te zetten, een risico te nemen, in het diepe te springen, om een nieuwe start te maken, een andere richting uit te gaan, iets compleet anders te gaan doen. En dat kan te maken hebben met je carrière. Koning van Pentakels wordt verklaard door de Kelke 4. Dus dit is iets waar je eerst over twijfelt. Kelke 4. Ga ik het aanbod aannemen? Is het te mooi om waar te zijn? Dit is iemand die nog het aanbod niet bekijkt. Deze persoon is gefocust op andere opties. Nog een kaart voor de Koning van Pentakels. De Keizerin. Ja, en dit heeft te maken met financiën. Voor sommigen heeft het ook te maken met liefde, relaties. De Keizerin staat voor liefde en ook voor financiën. Uitbreiding, de geboorte van iets nieuws. Voor sommigen van jullie kan het zijn dat je je kelk wil aanbieden aan iemand. Je bent bang om afgewezen te worden. Je hebt deze persoon als een soort van op een voetstuk geplaatst met de Keizerin-energie. Dit kan een moeder zijn waar je interesse in hebt. Dit is dan voor de mannelijke kijkers, heb ik het gevoel. Voor de vrouwelijke kijkers kan het andersom zijn. Het kan, je kunt een aanbod krijgen, communicatie verwachten of iemand wil graag in jouw richting uitkomen, wil je iets aanbieden. En dit kan een stier maar steenbok zijn. Deze persoon ziet jou als de Keizerin, stier, weegschaal energie. Iemand die ja, het financieel heel erg goed heeft. Iemand die een gokje wil wagen met de dwaas. Ja, de zonkaart. Iemand ziet je als de zon, leeuwenergie. Een hele kinderlijke, jeugdige energie. Iemand die, ja, positief, positiviteit. En het kan iemand zijn die een gokje wil wagen, omdat er al een bepaald conflict is geweest. Want we hebben de staven 5 onder op het dek. Iemand wil helderheid geven in een situatie. Ja, waarom ligt hier de pentakel 7? De zaadjes zijn al geplant. Dus het kan iemand zijn waar je al contact mee hebt gehad. Pentakel 7. Staven 4. Samenkomen, iets te vieren. En we hebben hier die kaart van vieren. Samen iets opbouwen met de staven 4. Een relatie naar een volgend level tillen. Dit kan een vriendschappelijke relatie zijn. Dit kan ook iemand zijn die in een stabiele relatie of huwelijk zit. Waardoor er tijd overheen is gegaan. Waarom ligt hier de pentakel 7? Pentakels 7. De duivelkaart. Steenbok-energie. En dit is de blokkade, de duivelkaart. Iemand is misschien geobsedeerd door je. Waarom ligt die duivel hier? De duivel. Of jij bent geobsedeerd door iets wat je graag wil bereiken. Een bepaalde droom die je hebt. Een wens die je hebt. Een aankoop die je wil doen. Het kan te maken hebben met iets wat te maken heeft met materialisme. Waarom ligt de duivel hier? De duivel. Ook de Keizerin kan wat materialistisch zijn. En zij is iemand die succesvol is. Iemand die voldoende financiële middelen heeft om rustig te zitten, de tijd te nemen, goed voor zichzelf te zorgen, een bepaalde mate van luxe kan permitteren. De Koning van Pentakels kan ook iemand zijn die wat materialistisch is. Dus dat kan ook die duivelenergie vertegenwoordigen. En hier vliegt de Schildknaap van Kelken eruit. Nog een kaart voor de duivel. Iemand kan zijn excuses komen aanbieden. Maar dit kan ook te maken hebben met dromen. De Schildknaap van Kelken.
dromen over een nieuwe, ja, emotionele ervaring. Maar we hebben hier de hoge priesteres. Schorpioen, kreeft, vissen. Iemand die emotioneel, ja, wat afstandelijk is. Dingen voor zich houdt. Geheimen misschien met zich meedraagt. En het kan zijn dat deze geheimen aan het licht zijn gekomen met de zonkaart. Of dat je hier al van bewust bent. En dat deze persoon inderdaad komt met een excuses. Maar ja, je ziet het niet echt zitten met die kelke 4. Waarom ligt de kelke 4 hier? De kelke 4. Universum, waarom ligt de kelke 4 hier? Ja, dit is een situatie waar je echt even over na moet denken. Met de zwaarde 4. Kan zijn dat deze persoon je in het verleden al, ja, een bepaalde mate van stress heeft bezorgd. Gericht is op passie. Dat kan ook staan. Die duivelenergie kan ook iemand zijn met verslavingen, ongezonde gewoontes. Kan ook met passie te maken hebben. Met de aas van staven. Het kan iemand zijn waar je kort contact mee hebt gehad. En er daarna geen communicatie meer is geweest. Langere tijd. Waarom ligt hier de dwaas? Ja, het zit deze persoon niet lekker. Met de staven 10. Lasten, verantwoordelijkheden. Stress, spanning. Meedragen, de wereld op zijn schouders dragen. En deze persoon wil het loslaten. Deze persoon kan jou wellicht niet loslaten met de duivelenergie. Is misschien geobsedeerd. Bekijkt je stiekem. Maar is wel emotioneel afstandelijk. Waarom ligt hier de kelken? De schildknaap van kelken universum. De schildknaap van kelken. De schildknaap van kelken. Schildknaap van kelken. Ja, nieuwe relatie, nieuwe liefde. Kelken aas. Nog een kaart voor de dwaas. De dwaas. De kluizenaar. Reflecteren op een situatie. Staven 10. En dit is iemand die zich eenzaam voelt, alleen is, nadenkt. En weer die pentakel 7. Er is lange tijd overheen gegaan, heb ik het gevoel. En je persoon is iemand die twijfelt. Die zelf niet heel goed weet wat hij wil. Welke actie kunnen we verwachten? Oh ja, nou, ik had nog niets gezegd. De zwaarde 7. Deze persoon is een tactiek aan het bedenken om het contact weer te doen herleven. Maar dit kan ook iemand zijn die oneerlijk is en een geheim heeft gehad in het verleden. Met die hoge priesteres, de duivelenergie. Waarom ligt hier de zwaarde 7? En het kan ook jouw energie zijn. Het kan je eigen energie zijn. En jij wil misschien na een lange periode iemand die je niet los kan laten. Iemand, ja, die je ziet als een keizerin. Je kelk aanbieden, je verontschuldigingen aanbieden. Een nieuwe start maken. Iemand waar je heel veel passie voor voelt. Hele sterke aantrekkingskracht. Waarom ligt hier de zwaarde 7? En je ziet deze persoon als een wensvervulling met een sterke kaart. En je bent hoopvol. Dat jullie samen kunnen werken aan deze connectie. Je bent positief. Waarom ligt hier de zwaarde 7? De zwaarde 7. De maan. En de koningin van staven.
Ram, leeuw, booschutter. Nog een kaart voor de maan. De maan. Kelken 8. De maan, een situatie is niet wat het lijkt. Onder de zwaarde 7. Nog een kaart voor de maan. Koning van Staven. Als jij deze koning van Pentakels bent, die graag zijn excuses aan wil bieden, die misschien ook geheim heeft gehouden in het verleden, je maakt je zorgen. Voor jou is de situatie misschien ook niet helder. Het kan zijn dat je persoon waar je aan denkt te maken heeft gehad met iemand anders. Je wil weten of die connectie voorbij is. Want daar is onduidelijkheid over. Waarom ligt hier de koningin van Staven? De koningin van Staven. Koningin van Staven zie ik ook altijd als een derde persoon. Als het gaat om driehoeksverhouding, waarom ligt hier de koningin van Staven? Wie is die koningin van Staven? Ja, dit is de persoon. En dit kunnen jullie zijn. Ram, leeuw, booschutter energie. Iemand die heel onafhankelijk is, spontaan, met een groot hart, loyaal, vriendelijk, een go-getter. Iemand die zich vastbijt, controle heeft. En ja, de koningin van Pentakels wil balans brengen. En wil een verzoening met deze gematigheid kaart. Communicatie, helderheid brengen. Actie ondernemen. En dan hebben we die kaart van stilstand. Reflecteren op de situatie. Een ingeving krijgen. Waar ligt hier de aas van zwaarden? Een nieuw begin. Aas van zwaarden. Aas van zwaarden. Aas van zwaarden. Zwaarde 5. Een verlies. Een conflict. Een verkeerde keuze gemaakt. En dat kan te maken hebben met een huwelijk, een lange termijn relatie, een gezin. Ja, een gemiste kans met de kelken 5. Spijt hebben van een keuze die gemaakt is. Zwaarde 5. Zwaarde 5. Deze persoon kan je in het verleden letterlijk hebben laten hangen met die gehangene. Voor iemand anders. De zwaarde 5. Ja, een einde. Een verlies. Transformatie. Grote verandering. En positieve vooruitgang. Passionele communicatie. En iemand die komt... Wil je kant op komen? Om helderheid te geven. Zijn gevoelens te uiten. Dit is iemand die niet bang is om zich kwetsbaar op te stellen. Maar ik heb het gevoel dat er ook een beetje manipulatie, emotionele manipulatie bij kan zitten. Dit is iemand die precies weet hoe die iets moet brengen. Ja, en ik zie die ridder van Staven eronder. In- en uit energie. Maar ook iemand die echt vooral heel erg veel passie voelt. Zich heel erg aangetrokken voelt. Je echt ja, heel mooi vindt. Maar ook zich bewust is van ja, het feit dat je stabiel bent. Financieel stabiel. En dit kan iemand zijn die daarop gefocust is.
Dus ja, dit is de energie die we hebben. Dit is iemand die met je wil samenkomen. Iemand die weer balans wil brengen. Een situatie wil healen met de gematigheid kaart. Ja. Een compromis. Ja, en iedereen heeft zijn vrije wil. Dus ja, dat kan voor iedereen anders zijn, de beslissing die je hiermee maakt. Maar niets is zeker, staat hier ook. Dus dit is wat ik voor jullie heb. Als het resoneert, geef mijn video een like. Abonneer je op mijn kanaal, mocht je dat leuk vinden. En voor sommigen van jullie heeft het te maken met iets zakelijks. Zakelijke groei. En een kans die er binnenkomt. Iets waar je over na moet denken. Iets waar je in eerste instantie je twijfels bij hebt. En je bent aan het wikken en aan het wegen. Maar ja, je bent aan het denken. Ga ik in het diepe springen? Ga ik het risico nemen of niet? Dus kijk hoe dit resoneert. En ik wens jullie heel veel liefde en licht. En tot de volgende reading weer. Dag!